Margot Boer. Ik ben 25 jaar oud, kom uit Woubrugge. Het dorpje waar ook Henk Angenes vandaan komt. En ik schaats al vanaf mijn vierde ongeveer. Ik ben eerst gaan shorttrekken en daarna gaan lange banen. Sinds 4 jaar een beetje professioneel bezig met het schaatsen. Ik hoop dat het NK voor mij een titel zal brengen. Ik ben goed in vorm. Ik hoop daar op het hoogste podium te staan. 2 jaar geleden heb ik al een keer gewonnen en vorig jaar net van Annette verloren. Dus ik hoop dat ik dit jaar weer op het hoogste podium mag staan. We helpen elkaar heel erg in de trainingen. En de een is de ene dag wat minder en de ander de ander. Dus dan vang je elkaar wat op. Tijdens de wedstrijd als start dat gaat, dan is het ieder voor zich. Maar als een ander harder rijdt, dan gun je dat elkaar. En de volgende keer denk je van, nou, dan wil ik weer harder schaatsen. Dus het is allemaal gezonde concurrentie en het houdt je scherp. Komend weekend hebben we de NK Sprint. Daar ga ik voor de titel. En het liefst willen we met 3 Liga dames op het podium staan natuurlijk. Dat is de mooiste droom die uit zou komen. Alleen we zullen zien of dat komt.